Welkom allemaal bij de studio van Bureau Kade in de Mengfabriek in Den Bosch. Iets meer dan een jaar geleden kondigden Kirstie Pol en Michael Bol een onderzoek aan, genaamd Mengfabriek geeft energie. En een onderzoek naar een innovatief experiment. Hoe kunnen we de herbestemming van een rijksmonument als de Mengfabriek in Den Bosch toepassen met een zoutbatterij? Met de bestaande silo's, de beeldmakende silo's hier op de tramkade. Vragen als, hoe kan de directe omgeving hiervan profiteren? En hoe verbinden we ontwerpers, wetenschap, burgers en studenten met elkaar? Deze vragen worden vandaag beantwoord. Mijn naam is Elske Verbraak en van harte welkom bij het online event Energie Galore in de Dieze Delta. Wat kunt u nu het komende anderhalf uur verwachten? We hebben een gevarieerd online programma samengesteld met bijzondere gasten als de voorzitter van Brabant Geeft Energie, Annemarie Rakhorst, wethouder Mike van der Geldt, kunstenaar Matthijs Bosman en we spreken met het expertteam vanuit TNO, Bouwnext, Alba Concepts en de initiatiefnemers vanuit Bureau Kade. Omdat het een online evenement is, hebben we een aantal Zoom-instructies nogmaals. Zorg even dat u op mute staat. Zorg dat u in geval van een naamswijziging eventjes rename met de drie bolletjes in het scherm aanklikt en uw naam aanpast, zodat we weten wie er vandaag in het publiek zit. Ook maken we gebruik van de live chat. We hebben Selma hier vandaag die al uw vragen gaat beantwoorden. En als de tijd het toelaat, maken we ook gebruik van een live interactie en proberen we, als het lukt, uw vragen live te beantwoorden. De show wordt vanmiddag ook opgenomen. Dus weet dat. Goed, en ik zit hier naast mij met Michael Bol, architect, stadsmaker van Bureau Kade, bestuurslid van de conceptenbouwer. En hij is al 5 jaar vanuit zijn Bureau Kade aan het pionieren en experimenteren hier vanuit de Mengfabriek. En bedenker en initiatief nemen met betrekking tot het experiment met betrekking tot de zoutbatterij. Dus Michael, ik ga aan jou vragen. Neem ons mee naar de context en de aanpak van dit experiment. Meenemen. Ja, dat is waar zat die borrel bij jou? Dat je dacht, daar wil ik iets mee. Ik wil dat onderzoeken. Nou, die borrel die zat er al heel snel. Dat is een jaar of 6 geleden. Toen we zelfs aan de overkant hier van de Zuid-Willemsvaart naar de locatie keken. En toen zagen we die prachtige, zoals je straks al zei, beeldbepalende silo's. Ja. En eenmaal geland hier op de locatie, bedacht ik al heel snel van, goh, wat zou er nou eigenlijk gebeuren als ik die silo's zou vullen met water, met dieselwater letterlijk. En zwart zou schilderen, heb ik dan een soort van een warmteboiler om bij wijze van spreken dat oude rijksmonument van energie te voorzien. En dat met name, omdat ik natuurlijk als architect regelmatig monumenten herbestem en daar altijd heel erg veel bouwkundige materialen toegevoegd moeten worden om het energetisch interessant te maken. Ja. En daarmee mis je heel erg vaak dat je die sfeer en ambiance van dit oude monument. En kan ik dan bij spreken die zoutbatterij of die batterij niet inzetten als een soort opslag en een soort energieovervloed om te kijken of het met het behoud van het monumentale karakter toch bijna een soort energie-nul gebouw zou kunnen krijgen. En dan heb je op een gegeven moment gewoon een lopend onderzoek, want jullie zijn nu een jaar bezig. Ja, we zijn een jaar bezig. Een jaar geleden zijn we het onderzoek eigenlijk heel ad hoc gestart. Eigenlijk gewoon gedacht van, we moeten er niet meer over praten. Maar laten we eens gewoon gaan kijken of we het ook kunnen waarmaken of kunnen doen is misschien ook een beetje voorbarig, maar ik zou het wel heel erg gaaf vinden om in ieder geval het onderzoek te starten of dat het de zin heeft om hier tijd en energie in te investeren. Nou, en dat heeft het zeker, want vandaag is het de dag dat we de resultaten van het onderzoek gaan presenteren. Dat dacht ik. We gaan erover met elkaar van gedachten wisselen om te kijken, wat hebben we gedaan en waar gaan we naartoe in de toekomst. Kijk ernaar uit. Dankjewel. Voor de mensen thuis, ik sta hier in een hele mooie studio en ik zie links van mij een enorm scherm waar ik jullie allemaal op kan zien. En dat is altijd even wennen in deze tijd online, dat je je ook als deelnemer vanuit je huiskamer ook echt betrokken voelt bij het evenement. Ik ga heel even mijn blik op jullie als totaal werpen. En ik zie in ieder geval, ik kan je naam niet zien, maar volgens mij is het Karin van den Kamp. Die zwaaide net al heel erg vrolijk. Kan ik nog wat enthousiaste reacties van mensen zien? Het zijn vooral hele serieuze gezichten, maar het is ook een serieuze aangelegenheid. Dus dat is natuurlijk ook hartstikke goed. Maar er komen ook wat glimlachen voorbij. Kijk, er wordt wat
gedanst met de handen, hartstikke goed. Nogmaals, alle deelnemers thuis, heel veel plezier en maak gebruik van die chat als er vragen zijn naar aanleiding van de gesprekken die er vandaag worden gevoerd. En op het moment als er ruimte is voor live chat, dan kom ik zeker bij een van jullie terug. Dankjewel. Goed, wij gaan kijken naar de resultaten van het onderzoek. En zoals u juist heeft kunnen zien, de resultaten van dit onderzoek. En ik denk u thuis vast ook, bent benieuwd naar het perspectief van het zogenaamde expertteam wat hierin heeft meegewerkt. Hoe kijken zij vanuit hun rol, vanuit hun perspectief, terug op deze resultaten? En mijn eerste gast, die komt al langzaam in beeld hier links van mij. Niemand minder dan Ton Dietvorst. En Ton, je bent architect en projectleider van Mengfabriek Geeft Energie, maar ook adviseur energie, duurzaamheid en circulariteit. Van harte welkom. Dankjewel. Je zal vast trots zijn, denk ik, op het moment dat je dit in beeld ziet staan. Trots op het resultaat. Ja. En als je ons als publiek eens meeneemt naar de, ja, eigenlijk de belangrijkste resultaten van het onderzoek, zou je dat in twee zinnen, dat is vaak lastig, maar zou je kunnen geven wat het allerbelangrijkste is? Ja, ik denk uiteindelijk dat we met behulp van TNO zeg maar een methode hebben gevonden waarbij we warmte in de zomer kunnen maken en in de winter kunnen gebruiken. Die seizoensoverstijgende situatie, dat is heel belangrijk. En de conclusie dat we uiteindelijk een heel mooi gebouw over kunnen houden, wat de charmes van nu heeft. Dat je dat natuurlijke helemaal, karakter ja, houdt. Dat we het oude deel, het monument, dat we dat overeind kunnen houden. Ja. Dat uiteindelijk een belangrijke conclusie is. Dus inderdaad die overgang van warm naar koud, behoud van het natuurlijke karakter. Zijn er dingen waarvan je achteraf denkt van dat is echt opvallend? Dat is niet iets wat ik had verwacht. Ja, nou, jullie hebben net Michael gesproken. Hij kwam met het initiatief. Ja. En het idee, we hebben energie genoeg. Misschien moeten we er niet per se zo zuinig op zijn. Daar stond ik best wel sceptisch tegenover. Vanuit mijn rol als energieadviseur is het toch isoleren. Ja. En dat kunnen we eigenlijk hier een beetje loslaten. We moeten wel iets inleveren, het kost wel energie. Maar door de manier waarop we nu denken dat we het kunnen opwekken, is het er ook. En levert het een andere kwaliteit op dan alleen maar energiebesparen. Namelijk een heel mooi gebouw waar we het gewoon fantastisch hebben met elkaar. Dus je hebt met een andere blik ben je gaan kijken eigenlijk naar energie. Een begrip wat voor jou eigenlijk al gewoon eeuwenoud is. Ja, nou, voor heel veel mensen natuurlijk. Ja. Hey, en waar hecht je het meeste waarde aan als je kijkt naar de resultaten? Ja, dat ligt een klein beetje aan of je als techneut vraagt of als mens. Als mens. Nee, ik wil graag wel van beide kanten weten. Ja. Vanuit jouw expertise, maar ook van als mens. Seizoensoverstijgende van opslag, hè, van warmte, dat is echt wel heel belangrijk. Dat is mensen dat niet in de gaten leggen. PV-panelen leveren heel veel energie op in de zomer, maar we hebben het nodig in de winter. Ja. Daar zit eigenlijk ons grootste verbruik. En dat kunnen we met deze methode, hè, TNO is daar al veel langer mee bezig, ook op woningbouwniveau. En we hebben gekeken met hen of we dat op grote schaalniveau kunnen doen. Dus dat is voor mij een hele belangrijke eigenlijk. Maar inderdaad ook dat we nu uiteindelijk gewoon een heel mooi gebouw kunnen houden, hè, waar we in het onderzoek ook van hebben geleerd. Hè. Ja. Het is een heel simpel gebouw, het is heel basis. En eigenlijk hebben we gezegd, ja, maar als we dit zo'n kwaliteit vinden, zou het heel raar zijn als we dat nu gaan weghalen. Ja. Door er voor allerlei rommel in te gaan stoppen, zeg maar. Dus dat is wel hele. Precies, dat behoud is wel heel essentieel, begrijp ik vanuit het onderzoek, voor welke volgende stap dat is grappig, hè, dat je, het bestaat nog 100 jaar,
We hebben ontdekt van, nou, we vinden een aantal dingen heel erg mooi in het gebouw. Ja. En vervolgens is de oplossing dat we dat weg gaan stoppen. Ja, dat kan eigenlijk niet. Kan eigenlijk niet. Ton, alvast bedankt. Ja, ik zou zeggen, sluit aan bij jouw collega's en wellicht zien we elkaar straks op het einde nog eventjes terug. Dankjewel, Ton. Mijn volgende gast is Huub Keizers en hij mag ook links van mij komen aanschuiven. En Huub, ik ga je volledig introduceren als MT-lid van het Bouwkundig Techniek Innovatiecentrum, maar ook Program Manager Energy Build Environment TNO. Hele mond vol. Dankjewel. Wat fijn dat je er bent. Je bent vanuit TNO aangesloten en je bent nauw betrokken geweest bij die ontwikkeling van die zoutbatterij. Wat is voor jou de belangrijkste conclusie vanuit het onderzoek? Ja, de belangrijkste conclusie is eigenlijk dat het om het integrale concept gaat. En je moet dus die koppeling hebben tussen die vraag van dat gebouw en die ontwikkelingen die daar gebeuren. Gaan we spreken straks ook wat over vertellen. En dan die mogelijkheid wat Ton aan refereerde. Is die opslag die je dan ook over de seizoenen heen kunt trekken of langere periodes in ieder geval verliesvrij kunt opslaan. En dat is juist op deze locatie zo mooi. Het inspirerende erin is eigenlijk, Michael stond hier net, is dat hij bij mij de ogen opende dat het hier niet ging om zo compact mogelijk. Want wij denken altijd zo compact mogelijk die warmte opslaan. Maar juist wat meer ruimte die er in de silo's hier waren, die er prachtig uitzien. Dus dat je dat kunt behouden en dat kunt combineren, dat is een hele mooie. De waarheid is wel natuurlijk dat we daar nog een aantal stappen in moeten zetten met elkaar. Maar goed. Je maakt een mooi bruggetje inderdaad. Want wat zou in jouw ideale wereld de volgende stap zijn? Ja, de volgende stap zou wat mij betreft zijn dus dat je hier gaat experimenteren met het feit dat je warmte opslaat en die gebouwaanpassing doet, dus dat je die integratie gaat doen. En een hele mooie is dat je ook dan direct gaat kijken, wat kun je hiermee betekenen, ook voor de buurt? Dat je dat zichtbaar Dus dat je dat zichtbaar gaat maken. Ja. En dat je dan parallel daaraan die technologie doorontwikkelt. Want er werd net gerefereerd aan die zoutbatterij, ik geloof dat ik even langskwam. En daarbij, het is zo dat die momenteel als pilot, als demonstrator draait. Er draait er toevallig nu een paar steden verderop in Breda. Ah, okay. Maar het idee is natuurlijk, hoe ga je die dan op dit niveau, op deze schaal gaan maken? Hoe ga je die maken? Ja. En dat is echt de stap die er moet komen. Dus de eerste stap, wat mij betreft, experimenteren in wateropslag. En dan de volgende stap is daadwerkelijk de verliesvrije opslag. Dan kun je direct het hele systeem erop aanpassen. Heel veel woorden op een korte vraag, maar... Ja, goed, maar we moeten het toch doen met de tijd die we hebben. Dank je wel. En wellicht straks voor jou ook nog een vraag vanuit de chat. Dus prima, dankjewel. Dus ik zie je het er goed. Dank je. Dank je wel. Dus voor de mensen thuis, ga vast even na of dat er wellicht al vragen zijn met betrekking tot het gesprek met Huub. Mijn volgende gast zit eigenlijk, net zoals u thuis, ook vanuit thuis in dit evenement. En dat is Karl-Peter Goossens en hij is directeur en ontwerpmanager bij Bouwnext. Karl-Peter, bent jij daar? Ja, ik ben er. Ik zit helemaal kant en klaar ervoor. Goed is. Ja. De mensen kunnen het zo volgens mij al zien hoor. Alleen jij misschien nog niet. Zien. En ook zie ik jou. Ik zie een mooi geel omlijnd randje, Karl-Peter. Dat betekent dat wij contact hebben voor de mensen thuis. Wellicht ook dus een kleine vertraging wellicht op de lijn. Maar we gaan zo goed als mogelijk het gesprek voeren, Karl-Peter. Want ook vanuit hier de vraag aan jou als lid van expertteam. Je bent vooral bezig geweest met de isolatie van het Rijksmonument. Hè, de mengfabriek hier op de tramkade in Den Bosch. Ja, wat ik net ook al zei, ook hier als bezoeker zijn een prachtig gebouw waarvan we gewoon dat natuurlijke karakter overeind willen houden. Wat is vanuit jouw rol de belangrijkste bevinding geweest in dit onderdeel? Ja, nou, ten eerste, het gebouw is compact, het is een U-vorm. En wat dat betreft zit alles heel dicht bij elkaar. Door nu die U-vorm ook echt te sluiten, wordt het gebouw nog compacter. En hoe compacter het gebouw is, hoe minder energie verlies, wanden en vloeren en dak heb je dan. Nou, met die bevinding zijn we bezig gegaan om te kijken, hoe krijg je nou voor elkaar dat je de temperatuur zo lang mogelijk kunt gebruiken. En wat je eigenlijk ook bij alle woningen in Nederland zou moeten gaan doen, is zorgen dat je naar een laag temperatuursysteem heen komt. Dus als we nu naar warmtenetten heen kijken, dan zijn die 80, 90 graden bijna tegen de kookpunt aan. En dan komt het echt met grof geweld komt het binnen om bijvoorbeeld de koude val van je ramen tegen te gaan. Nou, wat we hier hebben gedaan is heel erg gekeken. Kunnen we bijvoorbeeld met 18 graden het zowel zomers koel houden en 's winters warm houden? Dus warm op 18 graden aan de binnenkant, zogenaamde warm bouwen. Dus aan de ene kant gaan wij de kozijnen en de ramen vernieuwen. En zodanig dat wel hetzelfde uitdrukking ontstaat. Dat hebben we ook al een keer eerder in een ander Rijksmonument gedaan
in Buren. Waarbij je dus wel over triple glas kunt spreken, waardoor de koude val wegvalt. En dan de muren 18 graden kunt maken aan de binnenzijde. Dan hoef je alleen nog maar daar waar je zit, zorgen dat je met een stralingspaneeltje elektrisch naar 21 graden krijgt. Dus die delta's, T's, daar gaat het altijd om. Als je daarmee gaat spelen, en dat kun je ook in je eigen woonhuis kun je dat doen. Zorgen dat je met 30, 40 graden gaat verwarmen in plaats van met 80 graden. Pas geleden was er nog een leuke methode om te kijken van, toen was het 0 graden, een heel etmaal lang, hoeveel gas heb je dan verbruikt? En zet dan eens even de volgende dag je temperatuur van je cv-ketel naar 50 graden of 40 graden. Om dan te kijken, wat is daar het comfort bij? Nou, het idee bij de mengfabriek is om de muren 18 graden warm te maken. In het onderzoek wordt ook wel duidelijk dat het niet altijd mogelijk is, want ja, dat geeft ook wel een bepaald karakter, hè? Dus dat je die zoals de muren te houden. Dat is precies, ik ga je even onderbreken inderdaad, wat je zegt, want ook een technische uitleg, maar daarbij ook inderdaad nogmaals inderdaad die extra underlining over het natuurlijke karakter van dit Rijksmonument behouden, want dat is een belangrijk onderdeel, begrijp ik. Ja, bij ramen is dat heel goed te doen, maar bij de muren was het wat moeilijker. Een stap in relatie tot dit onderzoek. Wat zegt u? Wat zei je? Tot slot ook voor jou. Wat zie jij als de volgende stap in relatie tot dit onderzoek? Ja, de volgende stap is om het echt ook te gaan doen, zou ik zeggen. Dan kun je zien dat je echt met heel weinig energie toch heel goed zo'n gebouw weer helemaal tip-top kunt krijgen en het karakter kunt behouden. Maar waarbij de energievraag echt met 90% terug is gebracht. Dat is echt wel mogelijk, hoor. Ja. Dankjewel, Carl-Peter, ook vanuit jou naar thuis. Ik werp mijn blik even naar links op je, want dan kan ik je ook even zien. Hartstikke goed. En blijf er vooral even bij vanmiddag. Tot slot ga ik in gesprek, of in ieder geval stel ik een aantal vragen aan Tim Hartman. Tim, kom erbij. Als partner en kosten-engineer van Alba Concepts. Ja. Jullie zitten als bedrijf hier in het pand, in de mengfabriek, en houden jullie vooral bezig met circulariteit, adviezen geven daarover. Hoe circulair is dit idee? Dat is eigenlijk een vraag misschien naar de bekende weg, want je bent erbij betrokken. Zeker, dus. Maar ik vind het een hele leuke vraag ook. Omdat we hier al zitten, is het natuurlijk extra bijzonder dat we hier aan hebben gewerkt. Maar zo min mogelijk materialen toevoegen aan een pand, een project, dat is natuurlijk het meest circulaire wat je kunt doen. Ja. En dat zie je hier eigenlijk ook terugkomen. En de voordelen, die zijn net ook al geschetst, dat je ook het karakter van het pand natuurlijk overeind houdt. Maar dat is ook uit de berekeningen gekomen. Dus je ziet ook daadwerkelijk door minder materialen toe te passen, dat je ook echt een CO2-besparing realiseert. Ja. En dat hebben we ook gewoon letterlijk gekwantificeerd. En dat is hartstikke mooi. Mooi. Ja. En als je kijkt naar de impact die dit onderzoek dan wel de volgende stappen gaan hebben op dit gebied, dan wel op de energietransitie waar we nu voor staan. Wat is jouw kijk daarop? Die zijn heel groot, want dit is natuurlijk nog allemaal in relatief kleine schaal als we dit experiment hebben toegepast. Maar dit kun je natuurlijk veel breder in heel de, eigenlijk heel de vastgoedsector toepassen. Ja. En dat maakt het denk ik ook heel krachtig. En we hebben het over een karakteristiek pand als dit, maar die zijn er nog veel meer. Dus ik denk als wij kunnen laten zien, en dan sluit ik me aan bij Carl-Peter, door dit gewoon echt te gaan doen, dat we een hele mooie casus, een pilot hebben om de rest van Nederland te verduurzamen. Ik wou net zeggen, het sneeuwbaleffect zie ik al voor me. Dankjewel, Tim. Ook voor jou, als er vragen zijn vanuit de chat, dan roep ik je erbij. Maar dan mag je inderdaad weer terug naar die kant. Yes. Dankjewel, Tim. Mensen thuis, ik ben gewoon vooral benieuwd. We hebben heel kort even natuurlijk het onderzoek neergezet, de resultaten toegelicht, een aantal perspectieven vanuit de experts toegelicht. Welke vragen leven er bij jullie? Zijn er vragen, Selma? Ik kreeg een leuke vraag van Jeroen binnen. Warm bouwen met 18 graden Celsius, dat is een mooi plan. Dus compliment. Komt de warmte hiervoor het hele jaar door uit de silo's? En de tweede vraag is, met welke temperatuur komt de warmte uit de warmtesilo? Ja, en dan ga ik me toch even richten tot de vier heren die ik net heb gesproken. Wie van deze vier zegt, nou daar weet ik het antwoord wel op. En ik zie Huub al richting toe. Huub, je mag bij me komen staan bij de microfoon. Ik wijs ook even naar Carl-Peter. Nou, dan wordt het een 1-2'tje samen. Een 1-2'tje, Carl-Peter. Ik weet niet of we dat kunnen doen zo. Je mag gewoon niet blijven staan. Ik kijk niet aan. Ja, hartstikke goed. Dan mis ik hem. Ja. Ik denk dat met name in de zomer
als het buiten warm is, dan wil je toch een beetje koelen. En tijdens het koelen met een warmtepomp komt warmte vrij. Dus daarmee laad je in feite die batterij dan weer op. Dat is, ja. En die koeling schuif je dan het gebouw in. Je kunt er ook gebruik maken van het water wat hier langs loopt. Dus daar zou je ook die koeling mee kunnen gebruiken. Er zijn verschillende manieren om te koelen. Je zou zelfs kunnen koelen met die warmtebatterij. Maar ook daar, ik zou in eerste instantie het iets makkelijker maken voor jezelf. Dus het koelproces kan op meerdere manieren. Dus ik denk al, Peter, dat die voor jou is zo. Die warmtekant, ja, alles wat je opwekt aan dat gebouw, hetzij vanuit die koeling, hetzij vanuit warmtepanelen, warmtecollectoren op het dak, ja, die stop je in die warmtebatterij. En uiteindelijk is er dan voldoende warmte om dat gebouw te voeden. En het liefst ook nog wat over te hebben voor de buren. Ja. Maar dat betekent dus wel dat je het gebouw wel tot een redelijke mate van detail moet gaan isoleren. Ja. Maar niet helemaal, ja, niet helemaal weg isoleren, zeg maar. Okay. Dus een beetje van beide. Maar Carl-Peter, je hebt vast een aanvulling. Ja, die delta T van 18 graden, die is juist zo leuk, omdat je dan zeg maar geen koude val meer hebt van de, en geen tocht, geen convectie meer in jouw ruimtes. Dus dan wordt het heel erg makkelijk om eventjes, zeg maar, daar waar je zit, even deze computer, die geeft al warmte af om het eigenlijk rondom mij heen 21 graden te krijgen. Dus de interne warmte plus die 18 graden, die zorgen eigenlijk voor dat je het wel 21 graden zeg maar, hebt. En hoe lager die delta T is, ook al zou je eind van de zomer 50 graden of 60 graden in je silo hebben, je kunt het heel langzaam kun je het voeden naar die 18 graden toe en niet meer en niet minder. En dat is waar je eigenlijk naartoe wilt. En zeker voor kantoorpanden is 18 graden, als je daar de temperatuur kunt houden en dan al die beeldschermen, laptops, et cetera, die zorgen wel voor extra warmte. We doen het ook met scholen op dit moment, waarbij we de kinderen de school verwarmen. De kinderen komen binnen, het is 17 graden 's ochtends, kinderen komen binnen en het is 21 graden. Prachtig, mooi, heel, heel integraal. Ik zie naast mij ook een heel zwaar knikkende Huub naast me staan. Ik neem aan dat jij daar het compleet mee eens bent. Ik ben het daarmee eens. En met name dus, waar Carl-Peter op doelt, zodra die warmtebehoefte laag is, kun je dus heel lang met die opgeslagen warmte kun je uit de voeten. Ja. En kun je dus ook al redelijk snel een compleet integraal plaatje afdekken. Maar blijf het ook wel even gaan doen, zoals Carl-Peter ook al zei. Dus. Ja, het is een kwestie van doen. Precies. Dankjewel, Huub. Graag gedaan. Selma. Er is nog een leuke vraag of het experiment al concreet is uitgeprobeerd op een verdieping. Ah, wie van de heren heeft daar het antwoord op? En dan zie ik Ton de eerste stap maken. Ton, kom erbij. Ja, iemand moet een stap nemen. Ja, is het al uitgeprobeerd? Nou, we hebben vorig jaar, 10 oktober, hebben we Dag van de Duurzaamheid gehad. En toen hebben wij tegen Huub geroepen, we willen dat ding hier zo snel mogelijk hebben. En wij dachten, in al onze naïviteit, dat krijgen we zo geregeld. Maar het blijkt toch iets weerbarstiger te zijn. Met name omdat het zo'n integrale oplossing is. Ja. Dus het antwoord is nee, dat hebben we het nog niet gedaan. Maar we denken wel dat we nu zover zijn om met een kleine opstelling te gaan uitproberen. Dus Huub gaf al aan, we zouden eigenlijk een tussenstap nog willen doen. Zodat we de gebouwkant eigenlijk goed kunnen testen. En dat eigenlijk nog heel even met water gaan doen. Ja. En dat we daarna uiteindelijk de overstap kunnen maken naar dat zoutverhaal. Omdat die ontwikkeling gewoon nog net niet zo ver is om dat echt in een silo met 300 kub te gaan doen. Zeg maar. Dat is misschien nog net eventjes nog een stapje te vroeg. Ja. Ja. Ik ben even benieuwd naar reacties van mensen thuis op basis van de antwoorden die reeds zijn gegeven. Zijn er, ga ik even kijken of ik wat live interactie kan opzetten. Want ik ga heel even kijken richting tijd. Kan je een klein beetje? Ja, dank je. Zijn er mensen thuis die zeggen van, goh, op basis van wat net is gezegd, steek even je hand omhoog, dan zorg ik even dat je het woord krijgt. Maar dat is nog niet aan de hand, zie ik. Selma, heb jij nog andere vragen die schriftelijk gesteld zijn via de chat? Zeker. Wat is de warmtebron om de silo's op te warmen? En hoe krijg je die temperatuur zo hoog? Nou, dan ga ik gewoon even naar de heren links van mij kijken. Is dat een vraag die aan een van jullie is besteed? Huub? Ja, we ontmoeten elkaar gewoon weer opnieuw. Ja, gezellig. Ik kom lekker veel in beeld. Vertel. Nou, in feite zijn er twee belangrijke warmtebronnen nu voorzien. De ene is met zonnecollectoren op het dak. Ja. Vacuumbuizen of andere systemen. En de andere is warmte die je vanuit het water hiernaast. De giezen, als ik het goed zeg. Check. De diesel. En dat je die bijvoorbeeld gebruikt en daar een warmtepomp tussen zet om het voldoende hoge temperatuur te krijgen. En
En afhankelijk van het type zout wat je dan nodig gebruikt, heb je 50 of 60 of zelfs 80 graden nodig om het op te warmen. Dus je kunt daarin schakelen en je kunt dus ook combinaties maken. Maar dus een warmtebron vanaf 40 graden en hoger, maar dat kan ook op lage temperatuur, maar dan met een warmtepomp, ja, als er stroom over is. En de afgifte zit ook weer een beetje afhankelijk van het type zout wat je gebruikt, ook tussen de 50 en 70 graden. Ja. En als je dan 18 nodig hebt, kun je met 50 heel veel 18 graden maken. Dus dat is natuurlijk een hele mooie. Dus. Dankjewel. Graag gedaan. Het is mooi, want deelnemers krijgen vanuit twee kanten antwoord eigenlijk op de vraag. Want Karel Peters ook actief via de chat. Dus kijk, dat is heel mooi. Jullie worden vanuit meerdere plekken bediend. Ja, zeker. Er wordt ook nog een vraag gesteld of iemand iets kan zeggen over de investering die ongeveer nodig is voor een mooi concept als dit. En dan doelen ze ook echt op de testfase die eraan wellicht aan gaat komen. Of in totaal. Tim, je bent vanuit de kastenengineer hierbij betrokken. Wat belangrijk is, we hebben een aantal varianten doorgerekend. Dus de exacte cijfers heb ik niet allemaal in mijn hoofd zitten. Maar we hebben gerekend aan met name terugverdientijden. En het is belangrijk om te constateren dat eigenlijk de varianten, dus enerzijds met de voorzetwanden door middel van echt letterlijk voorzetwanden, of met de wandverwarming en helemaal zonder dat toe te passen. Er zit een groot verschil in. Er zit een groot verschil in, want omdat je eigenlijk, je hebt relatief veel gevel in zo'n project zitten. En de kosten om dat te maken, die zijn redelijk duur. Dus daarom hebben we ook voor gekozen met het behoud van het karakter, dat we zeggen, we gaan geen materialen toepassen. En de terugverdientijden met de wandverwarming en uiteindelijk dat niet doen, die liggen nagenoeg hetzelfde. Nou, dat maakte dat we de keuze voor het karakteristieke gebouw lekker konden laten. Lekker, dus dat is precies belangrijk. Ja. Dus de exacte investering, die ken ik niet. Tenminste niet uit mijn hoofd. Maar omdat wij het hier op eigenlijk relatief kleine schaal hebben toegepast, is dit ook zeker breed toepasbaar voor de rest van het project. Allright, dankjewel. Is daarmee de vraag van deze vragensteller beantwoord? Ik denk het wel. En zeker als Karel Peter vanuit huis ook nog wat antwoorden geeft, dan moet dat volgens mij best wel een volledig beeld geven. We hebben nog tijd voor één, dan wel twee vragen. Zijn er nog vragen binnengekomen? Naar aanleiding ook van de antwoorden die zijn gegeven? Helemaal niet. Nee. Nou, dan ben ik nog wel benieuwd als ik een van... Ton, dan ga ik toch, want je staat ook in mijn zicht, toch nog eventjes erbij vragen. Ik vroeg net ook al inderdaad van... je zal ook wel trots zijn om onderdeel te zijn van dit team, om zo'n onderzoeksresultaten te presenteren. Is er nu iets waarvan jij vanuit jouw expertiserol, ik sta hier als leek, als burger uit Den Bosch, ben je benieuwd naar wat er leeft binnen de samenleving? Want er zijn een aantal mensen nu vanuit thuis aangesloten, wellicht vanuit expertise, vanuit belangstelling. Ben je benieuwd wat er leeft onder de burgers als het gaat om zo'n grootschalig, of op tenminste een kleinschalig onderzoek met grote impact? Ja, uiteraard zijn we benieuwd. Maar daar zijn we in het onderzoek ook wel mee bezig geweest. En hoe zijn jullie daarmee bezig geweest? Naast de tramkade is een wijk Het Zand. En die hebben zich ingeschreven voor een van de aardgasvrije wijken in Den Bosch. Daar hebben ze vorig jaar april hebben dat ingediend. En hebben gewonnen. Dus zij hebben de proeftuin. Ja. Dus zij hebben, 4,5 miljoen euro subsidie gekregen. En die groep is ontzettend geïnteresseerd in de mogelijkheid om aan te haken op die warmtebatterij hier. En je ziet gewoon op het moment dat wij daar wat verteld hebben over wat hier kan, het gaat gewoon gloeien. Je krijgt gewoon energie van. Dus, in ieder geval de impact zeg maar, voor zo'n wijk is gewoon heel erg leuk. Ja. Daar zijn natuurlijk meer bronnen mogelijk. Maar je ziet dat we moeten gaan niet op één paard wedden. Dus dit is een hele goede. En dan heeft zo'n project ook meteen een sociale impact. Ja. Het is een hele oude wijk, heel divers qua mensen wat er woont. En dit soort dingen zorgt gewoon voor verbinding. En dat is gewoon heel grappig. Ja, ik wou zeggen, je noemde het, tenminste ik noemde het net al als introductie aan de start, dat het ook de vraag was, hoe kunnen we ontwerpers, wetenschapsstudenten en burgers verbinden in relatie tot dit onderzoek? En dat is dan een mooi voorbeeld. Ja. In het boek, kun je wel mag noemen, staat het project van... Van studenten van Bureaucade die op die warmtebatterijen een ontwerp hebben gemaakt. Ja. En je ziet meteen dat daar ook weer iets ontstaat. Dus mooie integrale oplossingen bij hele andere toepassingen mogelijk zijn. Ja, een hele andere visie. Ja. Yes. Dankjewel, Ton. Ik zie dat het tijd is om over te schakelen naar onze volgende gast. Ik noemde haar net al eventjes als zijnde voorzitter van Brabant Geeft Energie. Maar zij is vooral ondernemend en publicist op het gebied van duurzaamheid. Ik ga in gesprek met Annemarie Rakhorst en Michael Bol.
eigenlijk helemaal niet zo goed in. Dus we kunnen heel goed innoveren in Nederland, maar het echt toepassen op grotere schaal voor ons eigen nut, daar kunnen we heel veel in experimenteren en leren. En dat is heel fijn dat dat hier gebeurt. En waarom zijn we daar niet goed in? Missen we de vertaalslag naar het doen, wat ik net ook al terughoorde? Ja, en misschien ook wel de consistentie, het lef en het doorzettingsvermogen om dingen waar je echt in gelooft ook langdurig door te zetten. Ik hoor hier een gelach vanuit Michael. Ja. Dat is voor jou ook een herkenbaar iets. Dat is heel herkenbaar. Ja, we zijn het hier al een jaartje of 5 aan het proberen. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Dus ja, dat is, het is lastig om het uiteindelijk ook echt waar te maken. Daar heb je heel erg veel mensen bij nodig die eigenlijk proberen te mobiliseren. Om gewoon niet met je mee te gaan, maar in ieder geval mee te denken en input te leveren. Ja. En dan als ze dat dan bedacht hebben, dan zeker zo'n gebouw als dit. Ja, weet je, de eerste 5 jaar hebben we hier met alle initiatiefnemers daadwerkelijk de handen uit de mouw gestoken. En de sloophamer erin, zeg maar. Ja, dus, precies. Dat is wel een dingetje. Het is wel een drive die je moet hebben. Ja. Hey, nu zijn jullie vanuit 2 verschillende rollen eigenlijk betrokken. Jij vanuit het initiatiefnemer, de bedenker waar we het net in het begin over hadden. Jij onder andere vanuit de rol van voorzitter Brabant Geeft Energie. Hoe komt jouw wereld tegemoet aan de wereld, nou niet zozeer aan de wereld van Michael, maar wel aan het concept? Hoe vind je elkaar hierin? Is het zichtbaar? Wil je het zichtbaar maken? Of? Zeker, ja. Dus de allerbelangrijkste rol van Brabant Geeft Energie en ook voor mijzelf is te laten zien dat de energietransitie niet van een paar goeroes is. Maar dat de energietransitie van ons allemaal is en dat Brabant een enorme familie heeft van mensen van heel jong tot heel oud die zich inzetten voor de energietransitie. Dus, en dat is heel erg belangrijk, dat je dat veel beter zichtbaar maakt, ook verbindt. Want veel zaken zijn nog versnipperd en de energietransitie moet nog groter en nog sneller dan dat die op dit moment plaatsvindt. En dat kunnen we echt alleen maar samen. En hoe zou dat voor mij, want ik noem mezelf in deze setting toch echt ook een leek, maar wel ook gewoon burger van Den Bosch. Hoe zou dit onderzoek voor mij nu gewoon echt, ja, bij wijze van een soort Jip en Janneke taal, heel helder worden wat het voor mij betekent? Hier zie je natuurlijk dat er woonwijken, hè, dus dat mensen betrokken worden in de directe omgeving. Maar de energietransitie is eigenlijk een transitie niet van fossiele brandstoffen naar door bijvoorbeeld zon opgewekte energie. Ja, die kennen we. Ja. Het is een transitie van centrale systemen en centrale oplossingen naar decentrale systemen. Dus toen huizen werden gebouwd, hebben we standaard gasaansluitingen erin gestopt. En was dus ook meest logisch om op die manier alle voorzieningen, warmte, koude, wat je nodig hebt in je huis te gaan regelen. En daar gaan we vanaf. Ja. Dus we gaan echt naar lokale oplossingen. Dan kan je zeggen, van, nou, dan ga ik alleen maar passief bouwen en ik wil van het grid af. Nou, dat kan je ook heel duurzaam noemen, maar ook een beetje asociaal. Want als je nou in je eigen woonhuis of in je directe woonomgeving warmte kunt creëren of koude kunt creëren of elektrische energie kunt creëren, dan kan je dat natuurlijk ook delen met je buren. En dat is waar we steeds meer naartoe gaan. Het betreft ook een mindset, want je zegt delen met je buren. Nou ja, dat is iets in eerste instantie wat wellicht ook niet meteen. Nee, en daar zijn ook wel wet- en regelgevingszaken die we nog moeten opruimen met elkaar. Hè. Dus soms staan de oude manieren waarop we georganiseerd zijn, ons ook in de weg. Dus het doorleven van elektrische energie naar je buren mag ook niet zomaar. Dus er zijn een aantal dingen die je op nationaal niveau ook moet oplossen om dat te kunnen doen. Maar we gaan, denk ik, zoals je ook bij zorg ziet en buurtzorg, steeds meer naar oplossingen waar je op decentraal niveau gewoon direct in je buurt oplossingen gaat maken. En wat is er nodig? Eigenlijk een vraag aan jullie beiden om die volgende stap te maken. We hebben het er net even over gehad. Vooral iets doen. Ja, en dus, daar komt hij weer iets doen. Maar dan denk ik, wat is dan dat iets doen? Is dat puur de financiering binnenkrijgen en vervolgens stappen maken? Is dat een veel breder perspectief? Nee, want volgens mij kan het gewoon een goede business case zijn. Dus met die financiering komt het altijd wel goed. Nee, het is nog heel veel in het ongestappen. Het is echt nog een experiment. En als we nou spreken de komende, nou ja, het was dat mijn eigen wens is, de komende 5 jaar, nou is dat experiment zouden kunnen bewijzen, zou ik gaan zeggen, dan zie ik daarna wel of dat ook echt toegepast zou kunnen worden. Maar het begint gewoon met de eerste stap, dat het dan gaat over, weet je wel, van het gebouw is van de gemeente, mogen we daar zo mee aan de slag? Het is een monument, je hebt natuurlijk allerlei wet, regelgeving, procedures, berekeningen.
En die moeten eigenlijk allemaal afgevinkt worden, want daar moeten we wel respect voor hebben. Voordat je daar ook daadwerkelijk concreet mee aan de slag kunt gaan. Maar een klein beetje buiten de lijntjes kleuren vind ik dan ook wel weer fijn. Vind ik ook wel leuk. Ja. En maakt denk ik hier op de tramkade wel dat het een uniek gebied is om, gewoon ook, om het ook toch echt gewoon te gaan doen. En weet je, we zitten hier met z'n allen in dit gebouw. En dit gebouw is fantastisch. Ja. Maar het deugt ook op heel veel vlakken niet, zeg maar, energetisch. Hè. Maar de sfeer is super en de mentaliteit is geweldig. Weet je wel, alle kaders liggen hier om hier een echt laboratorium van te maken, om aan de slag te gaan. En dat doen we ook wel. Hoe zie jij dat, volgende stap? Nou, dus als je het kleiner zou maken, hè, ik heb een huis en geef nou eens antwoord op iets doen. Vanuit de energietransitie wordt er heel vaak gezegd, en dat is ook waar, dat je moet beginnen met isolatie, hè. Maar tegelijkertijd, als iemand een zonnepaneel op zijn dak legt, dus een particulier investeert in 1 of 2 zonnepanelen, legt die op hun dak, dan gaat hij kijken hoeveel energie die opwekt. En dat levert op dat hij gaat kijken naar hoeveel energie die gebruikt. Dus alleen al het aanbrengen van een paar zonnepanelen geeft interesse en rendement richting de energietransitie. En daarmee ook betrokkenheid. Betrokkenheid. Dus het gewoon op hele kleine schaal iets doen, leidt tot die energietransitie. Ja, dat is wel komisch, want die hadden we nou precies andersom uitgelegd, zou ik zeggen. Ja. Het feit dat hier het gebouw zo lekker is als een mandje, en we het hier dus stoken voor de mussen, of stoken voor de buren, gaf ons eigenlijk een beetje de inspiratie om te zeggen, laten we nou eens echt stoken voor de buren. Stoken voor de buren, ja, inderdaad, ik voelde hem ook al. Ja. Hier zit ook wel iets wat cradle to cradle, hè, van wieg tot wieg. Het mooie werk van Michael Brancat en William McDonough destijds al naar Nederland bracht. Dat wie zijn zij? Denken, een Duitse chemicus en een Amerikaanse architect die het boek Cradle to Cradle hebben geschreven. Een van de boeken die het best verkocht is van alle boeken in Nederland. Dat is de basis voor circulaire economie. Dus de hergebruik van grondstoffen. Maar daar is de basisgedachte denken in overvloed. Dus het denken in schaarste stelt ons tot heel veel problemen. En je ziet als mensen kinderen krijgen, als iemand 1 kind krijgt, dan houdt hij voor 100% natuurlijk en misschien wel voor 150% van zijn kind. En als hij er 2 krijgt, dan verdubbelt die liefde. En het denken in overvloed in plaats van denken in schaarste kan ons enorm helpen bij circulaire economie en de energietransitie. Ja, en dan noem je inderdaad ook een mooi puntje inderdaad, want hè, we zoomen eigenlijk vanuit het onderzoek wat gebeurd is naar energietransitie in het algemeen en wat daarvoor nodig is. Maar je zegt inderdaad ook energie in overvloed, energie calore. Wist ik ook niet, maar dat betekent overvloed. Ja. Dus het is er heel veel, inderdaad, maar niet zozeer op de juiste plek. Even terug naar het proces, want je hebt een idee, Michael. Je bedenkt, dit is iets waar ik, nou ja, waar ik in ieder geval warm voor word. Waar komt dat vandaan dat jij dan wel bureaucade, even algemeen / conceptenbouwers, denkt, ik wil daar iets mee gaan doen? Ja, weet je, de allerbelangrijkste drive om hier in het gebied en het gebouw aan de gang te gaan, is gewoon de fun. Dus alles wat we hier doen, en eigenlijk dat probeer ik in alles in mijn werk überhaupt te doen, het moet gewoon eerst maar eens leuk zijn. En het moet ook leuk zijn om met mensen aan te kunnen werken. Dus heel erg veel van dit soort ideeën ontstaan gewoon met een fles wijn, toen het nog mocht, of in de kroeg. Ja. En zo ook deze. En uiteindelijk raak je met mensen in gesprek. Hè. Ook dat is een van de eigenschappen die we hier wel tonen hebben. Is dat het heel erg leuk is om met heel veel andere mensen dan je eigen vakgenoten te praten. Ja, en dan, of het nou en je leert veel natuurlijk door al die werelden. Ja, maar het inspireert ook. Ja. En het zet vervolgens ook gewoon aan tot actie. Dus we pakken het dan gewoon op basis van de fun. Gaan we gewoon dingen doen. Ja. En hoe wist jij van dit initiatief Start Onderzoek af? Werd jij betrokken vanuit jouw rol als voorzitter Brabant Geeft Energie? Zeker. Las je het? Zeker, dus we hebben een beetje ondersteund en dat is ook precies waar we voor zijn als Brabant Geeft Energie. En dit is natuurlijk echt ondernemend project, echt een verschilmakend project, echt vanuit innovatie neergezet en echt iedereen betrokken. Dat is in het hart van wat wij willen. Ja, voor jij gaat ook stralen. Energie. Nou, dus, in het opschalen voel ik me ook heel erg thuis, want
Eigenlijk is het er, we hebben het natuurlijk altijd over schaarste en te weinig ruimte. Je had het al, denk niet in beperkingen. Weet je, ik zie als architect om me heen ontzettend veel tarrenruimte of ruimte om me heen die we in kunnen zetten voor dit soort systemen. Ja. En of het nou gaat over je kelder of een gierkelder of een oud zwembad of dit soort silo's. Er is genoeg. Er is echt ruimte genoeg. Ja. En dat triggert uiteindelijk ook om te denken, ja, dan is er dus ook genoeg om in op te slaan. Ja. Annemarie, wat is jouw persoonlijke drijfveer achter dit hele verhaal? Ja, dus ik denk graag in oplossingen. Dat is wat ondernemers denk ik over het algemeen heel graag, heel graag doen. Dus dat is wat ons bindt. En er wordt natuurlijk ongelooflijk veel over problemen gesproken in Nederland. Hè. Dat kan, op dit moment is het natuurlijk corona gerelateerd helemaal. Maar klimaatverandering stoppen, de energietransitie, de grondstofstromen oneindig maken. Ook het toenemende verschil tussen arm en rijk, hè, zeker op wereldschaal. Die armoede, de Sustainable Development Goals, die gaan over leave no one behind. Hè, dus dat iedereen mee mag doen. Dat is prachtige grond om oplossingen te kunnen bedenken. En het is prachtige grond om op te verbinden. Dus je bent nooit klaar, je bent nooit uitgewerkt en je komt altijd projecten en mensen tegen die heel inspirerend en heel leuk zijn. En daar haal je natuurlijk heel veel energie uit. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Dat maakt dit gesprek al zo. Ja, inderdaad. Voor je erin staat, is wel tof. Voor de mensen thuis, we zijn jullie natuurlijk niet vergeten. Jullie waren even aanschouwer van dit gesprek, maar we zijn wel benieuwd even tussendoor, want het gesprek gaat zo weer verder. Zijn er vragen die naar aanleiding van de dingen die er aan tafel worden verteld, waarvan je denkt, ja, daar ben ik toch even kritisch op. Of nou, ik wil dit wel eens weten. Even een kleine look naar Selma. Spelen er dingen online? Maar volgens mij zijn ze heel duidelijk en to the point. De enige vraag die wel binnenkwam is, in zaken die vervolgstappen, wie moet hier dan regie innemen? Het moet zeker democratischer, maar wel gecoördineerd. Anders is opschaling heel moeilijk. Wat is een reactie daarop, Michael? Regie nemen. Kijk, we zitten natuurlijk nu met een hele grote groep. Dus het meest voor de hand liggende antwoord zou zijn, we doen het met z'n allen en zo gaan we er ook mee verder. Ja. Regie nemen, je ziet het eigenlijk ook in de ontwikkeling van het hele gebied nu. Er gaat heel veel gebeuren hier op de tramkade, eigenlijk in de Bosstadsdelta de komende jaren. En daar worden ook stappen ingezet. Dus of dat we nou regie moeten pakken, weet ik niet. Maar elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen hier. En kijken of dat we dan, dan wil ik in ieder geval best wel op oppakken. Om te kijken of het experiment verder zouden kunnen brengen. Ja. Maar daar hebben we zoveel mensen bij nodig om te kijken of dat überhaupt kan. Dat weet ik niet. Een regierol, kijk even de goede woorden. Ik ben architect, ik ben geen technieker. Als het uiteindelijk gaat over Jules en Bats, dan moet je het mij even Nee, daar heb je weer iemand anders voor nodig. Dus weet je, misschien inderdaad nogmaals in de samenwerking met Theno, met Alba, kijken of dat dit een stap verder gebracht kan worden. Zou ik wel graag op me willen nemen, Oké, mooi. Hey, je noemde net ook al het experiment en dat komt eigenlijk het hele evenement eigenlijk aan de orde. Er zijn mensen die helemaal geen liefhebber zijn van het experiment, want dat brengt risico's met zich mee. Dat is nieuw, dan kun je fouten maken. Hoe zit je erin vanuit jouw rol? Of misschien wel vanuit mens zijnde? Wat schuw je niet als het gaat om experimenten? Nou, dus, het is wel heel belangrijk om in doelgroepen te blijven denken. En ieder mens is inderdaad anders. Ik heb wel eens soort van samenvoegingen daarin gezien van communicatiedeskundigen die het over de gouden, de groene en de grijze hebben. Zo wordt eigenlijk de bevolking dan voor mij, wie valt er waaronder? De grijzen zijn mensen die inderdaad wat risico-avers zijn, pas iets doen op het moment dat het bewezen zijn en vaak op financiële voordelen heel makkelijk over te halen zijn. De groenen zijn vaak voorop lopers, zijn de eerste mensen die bijvoorbeeld in elektrische auto's of in andere vernieuwende zaken geloven en stappen. En zijn overigens alweer verveeld en met iets anders bezig op het moment dat andere mensen daarop overstappen. En dan zeggen ze ook van maar dit vind ik eigenlijk helemaal niks achterhaald en dit is een fout aan. Die gaan heel snel eigenlijk. Ja, en zijn ook best kritisch op het moment dat die fase weer achter de rug is. En de gouden, dat zijn vaak mannen met mooie
horloges en goede armbanden. En vrouwen die gloss magazines lezen. En daar zit eigenlijk helemaal geen waardeoordeel aan. Veel meer laten we met elkaar accepteren dat we verschillend zijn. En dat je dus ook verschillende manieren nodig hebt, communicatief en in je propositie, om mensen te overtuigen om mee te doen. Ja. Dus een eenheidsworst creëren en dan denken dat je daar iedereen in mee neemt. Zo werkt dat niet, want er zijn mensen verschillend voor. En juist diversiteit maakt het ook interessant en beter. Ja. Dan, als je nu gaat kijken, zou dat een soort nieuwe business case kunnen opleveren? Dat denk ik dan dus vervolgens wel. We hebben al een jaartje vijf proberen erop mee te experimenteren. Alle kleuren kun je volgens mij vanuit een eigen perspectief, eigen communicatie, een eigen blik, de afstemming. En een eigen fun, of een eigen fun factor, gewoon betrekken bij dergelijke initiatieven. Ja. Je moet alleen dan als initiatiefgroep in de breedte wel kijken op welke manier iedereen zou kunnen aanspreken. En dan zie je daadwerkelijk dat de doelgroepen elkaar zouden kunnen versterken. We kunnen namelijk niet zonder. Dit is namelijk gewoon een afspiegeling van de maatschappij. En zo moet je, nou, zeker hier in zo'n gebied als waar we nu zijn, zie je gewoon dat dat elkaar gaat voeden. Dus ik denk dat dat nou juist, en het is lastig om daar vervolgens aan te rekenen, oplossingen biedt. Dus, en daar geloof ik dan echt enorm in. En als je dan puur nou het focust op de Diese Delta, waar het onderzoek natuurlijk over gaat, en je die verdeling zou toepassen in de kleuren die jij net noemt, heb jij dan een gevoel of een idee bij, of misschien vanuit het onderzoek wel heel duidelijk al in kaart, hoe die verdeling hier eruit ziet? Nou, die is er niet, want je hebt iedereen daarin gewoon nodig. En het feit dat dit gebied misschien wel weer de energiebron gaat worden terug. Hè? Ik weet niet of je een beetje weet, de Bosse-Stadsdelta die komt natuurlijk vanuit het water. Dit was het afvoerputje, zeg maar, het Veldse Plas in. Maar het feit dat dit weer de plek kan worden om energie terug te leveren aan de context. Ja. En het plaatje staat in ieder geval bij ons op de achtergrond. Ik weet niet hoe de mensen dat online zien. Maar laat dat eigenlijk ook gewoon heel erg mooi zien. Dus iedereen kan daar gewoon op aangehaakt worden en bij betrokken worden. Ja. Dus het gaat heel veel mensen aan. Zowel de mensen, bewoners van de Kop van het Zand, als misschien wel Bosveld of Wener, zeg maar de Brabanthallen. Die betrokkenheid is gewoon nodig. Ja. Om het uiteindelijk ook op te kunnen schalen en het daarmee tot een succes te maken. Dus. En los van dat we straks een stap maken naar dromen en ambities in relatie tot dit onderzoek. Zijn er dingen in het proces geweest waarvan je dacht van, als ik dat geweten had in dit jaar, afgelopen jaar, dan was ik er niet aan begonnen. Of is het gewoon redelijk soepel verlopen? Het is eigenlijk redelijk soepel verlopen. Ik wil het heel spectaculair maken, maar dat is niet zo. Ik ben heel erg blij dat, nogmaals, ik ben niet van de rekenen. Hè. Ik heb er in die zin technisch weinig verstand van. Daar heb ik me, hebben Tim en Ton en Huub en ze allemaal allemaal keurig uitgezocht. Maar waar ik wel heel blij mee was, is dat er gedurende het proces uiteindelijk om het haalbaar te maken steeds meer en meer en meer materialen in het gebouw gesjouwd werden. En daarvan was steeds mijn stelling. Nee, ik zou eigenlijk zoveel energie en overvloed willen hebben dat ik vervolgens niks meer aan het gebouw hoef te doen. Met andere woorden, het optimum van die circulariteit waar wij van op studeren is dat ik nou juist Tim legt het prima uit, geen materialen toevoeg en alsnog een comfortabel en een super gebouw te krijgen. Ja. Dat zou ik eigenlijk willen. Ja, ja. En dat is volgens mij, als je kijkt hoe dat het proces verlopen is, dat was vanuit een heel wild, naïef idee, werd dat concreter en daarmee werden de problemen steeds zichtbaarder en het kan niet en het kan niet. En uiteindelijk werd het steeds een soort plat geslagen, omdat het inderdaad bleek dat op basis van hele grove kengetallen er zoveel capaciteit is dat dit een kans is geworden. Ja. En die kans overstijgt overigens, want ik dacht dat een van de conclusies was dat één silo, ongeveer op basis van grove kengetallen, zo'n beetje de hele mengfabriek. Hoeveel staan er buiten? Voor mijn ik weet dat er een aantal staan, maar ik heb geen precies aantal. Ik weet ook niet, volgens mij is het rijtje silo's waar de Kings of Colour natuurlijk aan gewerkt hebben. Dat zijn er al 21 keer 200.000 liter. Dus dat zijn echt gigantische aantallen. En ik heb al zo ooit spannend geroepen, dat zou volgens mij een opslagcapaciteit voor zo'n 500 tot 1000 woningen kunnen zijn. Ja, of dat het ook echt zo gaat Maar dat weet ik niet, maar vanuit mijn kant ben ik dan maar een rasoptimist. Precies, als het ideaal. Annemarie, hoe geeft Brabant geeft energie? Hoe ondersteunen jullie dit? Ondersteunen jullie op een bepaalde manier dit concept vanuit natuurlijk jouw aanwezigheid hier, maar misschien ook op een andere manier? Wij hebben hele verschillende manieren om te ondersteunen, omdat er ook heel veel verschillende projecten zijn. Maar wat we eigenlijk merken in de praktijk, dat je projecten met relatief weinig geld
verbinding in het netwerk. Dus bijvoorbeeld hier is de verbinding met mijn collega Antoine Heideveld, die het groene brein doet. Dus eigenlijk de koepel over de wetenschap heen in Nederland. Heel erg interessant om het verder te brengen, ook Nederland door. Dus het omdenken, het leggen van onverwachte verbindingen of verbindingen die gewoon super nuttig zijn, het soms financieel ondersteunen, de zichtbaarheid vergroten. Dat is eigenlijk de manier waarop we werken. Ja. In de, en ja, je kan je van alles voorstellen. Hè. Misschien is het op termijn nog wel nodig om extra challenges te organiseren. Dat doen we ook. Dus het is heel erg. Wij faciliteren. Wij zijn echt dienstbaar aan projecten. Op de fase waar het project in zit, wat het nodig heeft, wat dus het netwerk kan betekenen. Wij vinden dat voor transities in zijn algemeenheid, en zeker ook voor de energietransitie, het heel belangrijk is om het initiatief beneden te laten, dus bottom-up te laten en daarin te faciliteren. En niet te veel regie en niet te veel top-down. Maar dat ervaar ik. Kun je eens een voorbeeld nemen waarvan je zegt dat was toen ook een heel... We zijn gestart met we gaan er gewoon één bouwen, punt. En dat bleek wat heel apart. Dat is redelijk bottom-up. Dat is niet gelukt. Maar het feit dat het uiteindelijk zo'n concreet onderzoek heeft opgeleverd en de kenngetal heeft klaargelegd voor vervolg, is wel weer veel meer dan ik had verwacht. En wat ik nog een grote, nog veel meer winst vind, is dat je kijkt wie er allemaal bij het project betrokken zijn. Van Matthijs als kunstenaar, tot en met de techniekers achter ons, het eco, het zand. Dat is heel gevarieerd. Dat is echt gigantisch hoeveel mensen er vervolgens een bijdrage aan hebben geleverd. Ja, en daarmee gaat het energie niet alleen maar meer over watts en joules. En dat was natuurlijk ook de initiële doelstelling, maar over veel meer. Namelijk, het geeft ook daadwerkelijk energie. Ja, dat is ook duidelijk voor de mensen thuis ook. Dat is duidelijk voelbaar. Ik zit hier met twee enorm gepassioneerde mensen. Dus de energie, die voedt mij en die voedt het gesprek. Dus dat is hartstikke fijn. Tussendoor, zijn er wellicht nog vragen vanuit jullie kant? Ik kijk gewoon ook even naar het totaalscherm. Ik zie vooral ook weer mensen nog steeds met een aandachtige blik kijken. Dat is altijd hoopvol. Jongens, mag ik gewoon even een zwaai zien als een teken van leven? Ja, hartstikke goed. Leuk. Kijk, en het boek wordt... Er heeft iemand zelfs al een boek. Ik weet niet wie dat is. Oh, dat is Kat. Die heeft het gemaakt. Die heeft het gemaakt. Ah, kijk. Nou, voor de mensen thuis, de dame met het boek in haar hand... is de ontwerper, dan wel de producent van het boek. Sluikreclame. Goed gedaan, heet dat, hè? Mooi. Ja. Selma, zijn er nog vragen binnengekomen? Nee, er zijn wel wat meer technische vragen. Karel-Peter die reageert ook in de chat. Oh ja, die was ook aanwezig. Ik kan me voorstellen dat iets is om later ook op terug te kunnen komen. Ik vond wel een leuke vraag of er nog binnen het experiment briljante mislukkingen zijn ontdekt. Ah, ja, toch, zie je, daar zijn we toch naar op zoek. Eigenlijk gaf Michael daar natuurlijk al een beetje antwoord op, maar... Die zijn er niet. Falen mag, maar is niet gebeurd. Jawel, jullie zijn hartstikke, dat is heel vaak gebeurd. Tuurlijk wel. Tuurlijk, maar dat is ook iets, dat is toch uiteindelijk, en dat zullen jullie beamen, dat is toch ook de weg van groei, is dat je iets doet en denkt, toch niet. En dan weer iets anders probeert. Ja, dat is het nou precies. Dan doe je in ieder geval wat. Ja, precies. En het is altijd verwachting die teleurstelling oplevert. Dus de grootste tegenhouder is de zoek naar perfectionisme en dat er niks fout mag gaan. Ja. Dus de risicoaversheid die er in Nederland in heel veel sectoren is, leidt tot niet verduurzamen. Ja. Dus juist vanuit dat vooruitgaan en gewoon doen, fouten kunnen maken, daarvan leren en gewoon doorgaan. En dat ze ook niet de verwachting hebben dat je geen fouten maakt. Daar kom je ergens mee. Maar de grap is, hebben we dan fouten gemaakt of zijn we gefaald? Ja, weet je, ongetwijfeld. Maar wat het proces zo leuk maakt, hè? Ik doe het wel eens, we leggen het wel eens uit als het is eigenlijk niet een weg van A naar B. Hè? Een soort lineaire lijn, zeg maar, waardoor ik ergens kan komen. Maar het is voor ons veel meer een soort bol of een horizon. En ik weet zeker dat we het uiteindelijk halen ergens op die horizon. Maar of dat het nou tussendoor krom... Dus elke keer sturen we weer een beetje bij. Maar in die end halen we altijd de eindstreep. En dat zit de natuur ook in elkaar. Oh, nou, kijk. Dit is hoe de natuur ook functioneert. En als je dat organisch en organisch laat groeien, als je dat laat gebeuren, dan komt het altijd goed. Want dan blijft de passie erin, het vertrouwen van de mensen aan boord. En dan kom je ergens. De mooie kerstboodschap. Ik wou net zeggen, ik denk dat ik dit gesprek ga afsluiten met die woorden. Inderdaad, dan kom je ergens.
Dankjewel Annemarie voor jouw aanwezigheid en heel veel succes met alles wat je doet vanuit Brabant Geeft Energie. Maar ik heb nog wel een cadeautje aan te bieden, dus binnen de tijd. Dat had ik bijna. Ik zit zo in het gepassioneerde Maar ik moet gesprek. Even lezen, maar je werd ook ambassadeur van een initiatief. De 17 doelen die je deelt, zou je eigenlijk op terugkomen. Maar dan doe ik het maar, gebaseerd op de SDGs. Dan toch maar even als bruggetje, kun je daar wat over vertellen? En ik heb daar dadelijk een passend cadeautje bij. Dus, De 17 doelen die je deelt. Dat is 17 in cijfertjes doelen die je deelt.nl voor degene die kijken. Is een initiatief wat wij hebben ontplooit. Ik heb ontplooit op het moment dat de Sustainable Development Goals door Nederland en 196 wereldleiders werden getekend. En die Sustainable Development Goals zijn een routekaart naar 2030 toe. Een hele positieve routekaart over 17 verschillende delen. Die is niet alleen over de techniek gaan van bijvoorbeeld de energietransitie, maar ook sociale componenten van duurzaamheid. En daarvoor hadden we de millenniumdoelen over de wereld, of eigenlijk van het Rijke Westen naar ontwikkelingslanden toe. Daar zijn we heel succesvol in geweest. We wilden graag in 15 jaar honger op de wereld halveren. Dat is in 12 jaar gelukt. Alleen het jammere is dat niemand dat weet. En het is heel belangrijk om over die successen heel duidelijk te communiceren met elkaar. En toen dus deze nieuwe doelen werden getekend, dachten wij, we gaan door Nederland 17 kinderen vragen of ze willen vertellen hoe belangrijk die Sustainable Development Goals zijn voor hun. En dat zijn ware ambassadeurs geworden voor de Sustainable Development Goals. Er is onderwijsmateriaal aan gehangen. Kun je een uitspraak herinneren van een van de kinderen als het gaat om een van de doelen die zij vertegenwoordigen? Die heeft geraakt of heeft geactiveerd? Fulco heeft taaislijm. Vliesziekte en legt uit hoe belangrijk toegang tot gezondheidszorg is voor hem. En daar krijg je, ik heb dat nu ook, daar krijg je kippenvel van op je armen, omdat het zo, het is een jonge jongen die dat zo goed kan uitleggen en die je meeneemt in hoe belangrijk het is om toegang te hebben tot gezondheidszorg over heel de wereld. Bijvoorbeeld ook in dat stedelijke gebied. En zo is het allemaal. Ja, dus ook de uitleg van Veerle over de energietransitie. 4 jaar geleden, heel jong meisje, gegroeid als ambassadeur. Mooi. Een van de beste mensen die over de energietransitie kan vertellen in Nederland. Dus het raakt je. En dat was de doelstelling van überhaupt de campagne. Dat mensen in hun hart werden geraakt. Ja. Omdat we te vaak te technisch erover praten. Te veel hoofd. Ja. Te veel hoofd. En dan doorvoer je het niet. Ja. Dus nou ja, dat was de introductie van 17 minuten die je deelt. En wat heb je in je hand, een zogenaamd? Wat ik in mijn hand heb is heel... ik zou het moeten snappen, maar het is voor kinderen. Dus ik begrijp het niet. Het is een virtual escape room voor kinderen. Welke Don Blauw heeft gemaakt in het kader van dit project. Echt een heel gaaf gemaakt. Dus door Spark volgens mij ook helemaal gelasercut en dergelijke. En het is een digitale safe. Die kinderen kunnen gebruiken als een soort om zelf een escape room te bouwen. Gaat over de energietransitie. Hij zal ongetwijfeld iets doen. Het piept en het doet en het geeft lampjes. Hij is al bij 5 scholen uitgereikt, toch? Hij is al op 5 scholen uitgereikt. De kastjes zijn aangeboden aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur in Vught en Den Bosch. En in Den Bosch is dat het Stadshart, de Zuiderster en het Schrijfke. Die hebben dat al ontvangen. En in Vught is dat de Avonturier en de Springplank. Maar de allereerste, die is voor jou. Super, dankjewel. Dankjewel Annemarie. Heel graag voor jouw komst. Heel graag gedaan. Neem je hem mee als het gaat over de 17 doelen energie? We gaan er reclame voor maken, dat in ieder geval. En het vooral spelen. Hè? Want hoe beter je speelt, hoe beter het met je gaat. Dankjewel Annemarie. Yes, dames en heren thuis. Dat was het tweede gesprek van vandaag. En wij gaan door met onze volgende gast. En dat is de wethouder Mike van Gelt. Mike, van harte welkom. Wij hebben elkaar net al even ontmoet en we hebben afgesproken dat ik je mag zeggen. Dus dat ga ik dan ook netjes doen. Vandaag staat in het teken van... precies, jullie kennen elkaar ongetwijfeld ook. Wij zien elkaar wel eens. Ja, jullie zien elkaar wel eens. Hartstikke goed. We spreken vandaag natuurlijk over de resultaten van het onderzoek. En we zagen het net al, er is een heel mooi boek, slechts mooi exemplaar van die resultaten. Heel mooi gemaakt. En aan jou de eer om even het podium te pakken, Michael. En dit boek te... Het podium in de schijnwerpers pakken. Te zetten. Nou, ik zou eigenlijk aan jou het podium willen geven.
Want Kat was al even in beeld net, zag je, die heeft het boek uiteindelijk gemaakt namens Yellow Sunshine in dit geval. Zij hebben een jaar hard werken van een enorme groep mensen uiteindelijk samengepakt in een grafisch, vind ik in ieder geval, een heel erg bijzonder boek. Het boek is een soort pleidooi om te waarderen wat we de afgelopen 5 jaar met elkaar gedaan hebben. Wat we misschien de komende 5 jaar zouden kunnen betekenen voor jou als wethouder hier van de onder andere de Bosstadsdelta. En een droom voor daarna. No strings attached, maar ik wil het me toch heel erg graag, want dat moet ik er wel even bij zeggen, want dat gaat natuurlijk niet vanuit ons eigen initiatief. Maar ik wil je wel aanbieden, het allereerste exemplaar. En alsjeblieft. Super, dankjewel. Ja, werk. Als jullie je fantasie gebruiken, dan horen jullie nu het luid gejuich van ons publiek wat daar zit. Ah, ja, ze zijn allemaal te klappen natuurlijk. Kijk, er wordt geklapt. Hartstikke goed. Mike, ja, dan, je hebt natuurlijk net al een klein beetje meegekeken als het ging om de resultaten van het onderzoek. Dan krijg je een mooi exemplaar uitgereikt. Dat moet goede energie opleveren. Hoop, neem ik aan. Wat doet dit voor jou? Nou ja, ik zat net eigenlijk de hele tijd toch wel met een glimlach op mijn gezicht. Althans, zo voelde het wel. Ik weet niet of het ook echt zo was. Dan kunnen anderen beter beoordelen. Maar die energietransitie, daar ging het net ook over, die gaat inderdaad nog veel te langzaam. Dus hoe kunnen we die met elkaar versnellen? Along the way eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Dat is eigenlijk volgens mij ook het pleidooi hier. Door ook vooral te denken in oplossingen. En dat is iets, ja, dat spreekt mij wel enorm aan. Want nou ja, een van de dingen die hier ook gezegd wordt, en eigenlijk die in dit hele gebouw volgens mij centraal staan, is die circulariteit. Ja. En die gaat hand in hand ook met de energietransitie, steeds meer. Want het was eerst, naar mijn idee, nog iets te veel energietransitie. En die circulariteit komt er gelukkig steeds meer bij. Ik zie het nu bijvoorbeeld ook de woningcorporaties zeggen, als we het over de warmtetransitie hebben, dus van het gas af onder andere, en dat ze zeggen van ja, we moeten oppassen dat we niet in de val gaan stappen van overisoleren. Alleen al om nou ja, wat voor CO2 dat kost, om alleen al die materialen te maken en in die huizen te stoppen. Dat is wel een van de valkuilen en ik vind dat een pleidooi, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, precies, want dan tref je inderdaad een aantal initiatiefnemers wat een onderzoek aangaat en vervolgens zoiets moois neerzet. Staat de gemeente Den Bosch, los van wat je net al schetst, maar wel open als het gaat om in deze vorm van energietransitie op deze plek? En past het binnen de lange termijn eigenlijk van hetgeen waar de gemeente zich mee bezighoudt? Ja. Nou, we hebben gelukkig, en daar ben ik heel blij mee, afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad bijna unaniem ja gezegd tegen de visie op de Bosstadsdelta. Dus we maken goede stappen. Ja. En de energietransitie, duurzaamheid, die maakt eigenlijk al, staat in het middelpunt als het gaat om de ontwikkeling van de spoorzone. En nu ook voor de Stadsdelta. Dus dat we hier iets moeten, is wel duidelijk. En het mooie aan dit initiatief vind ik ook wel dat het voegt ook wat toe aan het verhaal van de Bosstadsdelta. Want juist het water, nou, de naam zegt het eigenlijk al, Bosstadsdelta. Dus hoe belangrijk water hier is en dat je het water ook onderdeel uit kan maken van het energiesysteem, is heel mooi. Dus daar word ik heel blij van. En concreet op jouw vraag van kunnen we dit ook hier concreet toe gaan passen? Ik denk dat we hier ook samen eens goed naar moeten kijken. Dat is even een procesantwoord. Ja, precies. Want het is ook precies wat je aangaf natuurlijk bij het overhandigen van het boek. Hè? No strings attached. En nee, ik snap ook dat we hier niet ter plekke al, maar gewoon om eens een beetje mee te nemen in wat er gebeurt binnen de gemeente. Ja, maar het kan ook niet. Je ziet het Huub ook. Nee. Huub en ik hebben altijd een hele fijne relatie tot elkaar. Hebben van het TNO. Ik zeg namelijk de hele dag door dat kan. En nu zeg je de hele dag, ho, ja. Het kan nog niet. Maar misschien moet dat ook, hè, toch, als het gaat om de balans. Precies. Ja, precies. Nee, maar ik vind het wel heel fijn om te horen in ieder geval dat vanuit de politiek ook, zeg maar, stap 1 is, het geef je al aan, Mike, het gaat dus niet alleen maar over energie, maar het gaat eigenlijk steeds meer over circulariteit. En we proberen al 5 jaar een soort hub hier in de mengfabriek daar aandacht voor te vragen. Circulariteit gaat niet over hergebruik van houten plankjes. Circulariteit gaat heel erg over het transparant opnieuw verbinden van de keten. En daar maken we dan vervolgens het verschil mee. Het is een hele herdefiniering eigenlijk van het echt onderwerp. Precies. En energie, de energietransitie, is echt onderdeel bijna geworden van die circulariteit. Dat vind ik al pure winst. Dat het dus over meer gaat dan alleen maar de techniek en de wetenschap. En dat wordt dus ook inderdaad gezien en erkend vanuit de gemeente, als je dat dan schetst, inderdaad afgelopen dinsdag.
Wat zou jij hen als initiatiefnemers adviseren in relatie tot dit onderzoek? Hè? Dat is geweest het afgelopen jaar. Ze zijn aan het verkennen wat zou een volgende stap kunnen zijn. Nou ja, ik denk dat een aantal dingen al heel goed gebeuren hoor. Ik hoor verband met wat hiernaast gebeurt, zeg ik dan maar even, de buurt. Dus het initiatief van het Ecozand, als het gaat om aardgasvrij ook. Ja. Volgens mij worden die linkjes goed gelegd, maar ik zou zeggen, hou die banden warm. Want daar liggen mogelijkwijs ook echt kansen. Ik zou het andere advies willen geven van kijk ook goed even naar de locatie. Want de puzzel die wij als gemeente aan het leggen zijn, is gewoon letterlijk ook de puzzel. Hoe gaan we dit gebied op een goede manier ontwikkelen? Dus, bedoel je dan een locatie buiten hetgeen waar het nu zich al plaatst of waar het in de toekomst plaats zou kunnen gaan vinden? Ja, dat zou ik zeg ook helemaal niet dat het hier niet mag of kan. Maar dat we goed met elkaar in gesprek moeten over van is dit nu de beste plek hier? Of moeten we tijdelijk buiten het plangebied gaan kijken? Dat kan wellicht allemaal, maar ik denk dat we daar goed naar moeten kijken. Willen we ook op korte termijn, relatief korte termijn, stappen met elkaar zetten? Want dat is volgens mij iets wat we allebei wel willen. Want innovatie in die energietransitie, die is gewoon keihard nodig. Ja, ik zie het ook inderdaad. Er ontstaat ook een glimlach. Dan doe ik toch even nog een pleidooitje. Dan word ik in gesprek. Nee, het idee van de silo's, dat technisch een oplossing was, dat had TNO eigenlijk al bewezen. Dus dat ding, dat draait een proefopstelling. Ja, dus dat geloof ik wel. Ja. Maar wat ik heel fijn vond aan het toepassen hier in het remkaart, dat er een soort kans lag om met industrieel erfgoed, en dan heb ik het niet over alle gebouwen, maar met name zeg maar, ik noem het altijd de Instagram-waardige locaties, hè, waar de nieuwe generatie, en ik ben echt al veel te oud daarvoor, maar de nieuwe generatie zich verbonden voelt met zo'n plek, dat industrieel erfgoed uiteindelijk ingezet kan worden, blijvend, voor de energietransitie en de verduurzaming van het tramkaart. En daarmee zet je in de branding van het industrieel erfgoed nog een tandje bij. En vervolgens blijft op de locatie zelf alle ruimte voor de ontwikkeling die nodig is. Maar het is een beetje zo de 1-in-1-is-3 oplossing, denk ik. Ja. Hoop ik althans. Ja, inderdaad. Ook eventjes weer richting thuis. Mike is aangeschoven en wellicht zijn er vragen die er spelen. Kijk ook heel eventjes naar de mensen thuis. Selma. Nee, ik heb geen vraag voor je. Ik heb het gesteld in de chat, maar het is volgens mij dat is gewoon heel duidelijk. Ja. Nou, Mike, dan nog eventjes vanuit. We hebben net in het gesprek met Annemarie waren we ook al eventjes aan het focus op dat experiment. Dat wat zij, en dan kijk ik bewust even naar Michael en zijn team, is vooral het experiment aangaan. Is dat iets waar jij ook warm voor loopt? Wat je ondersteunt? Nou ja. Ja, überhaupt het experiment aangaan is eigenlijk hetgeen waar we ja tegen hebben gezegd in dit gebied. Hè? Ja. Dus we hebben gezegd, we geven dit gebied 10 jaar lang is hier de ruimte om te experimenteren. En je ziet wel, en dat is eigenlijk ook mijn worsteling die hier af en toe zo tussendoor kruipt in dit gesprek, is die tijdsklem van 10 jaar. Hè? En je ziet daarom willen we ook zo snel mogelijk, heb ik sinds ik er zit ook gezegd, van nou laten we ook meteen kijken of we die stip op de horizon voor dit gebied kunnen zetten. Want dan kun je ook zo snel mogelijk duidelijkheid bieden over wat er na die 10 jaar weer kan. Want dit is tot 2025 loopt dit toch? Klopt. Ja, precies. Ja. 10 jaar zeg maar in gebruik. Om uiteindelijk de locatie op te laden. Ja. En dat is wat er nu gebeurt. Niet alleen door ons over zo. Maar doel je dan, zeker als je gooit het inderdaad ook op tafel, dat is een beetje ook af en toe een beetje de worsteling in dit gesprek. Voel je dan het feit dat die tijd korter en korter wordt? Of is het in relatie tot dit pand en het onderzoek, of dat dan wel met elkaar nog samengaat? Of waar zit hem dat dan in? Ja, het komt denk ik steeds dichter bij elkaar. Twee punten. Hij is enerzijds wringt hij soms met bijvoorbeeld terugverdientijden. Hè? Want in principe kun je zeggen van nou ja, ik heb nu eigenlijk nog maar 5 jaar tijd om het terug te verdienen. Aan de andere kant, dat hoeft niet per se hoor. Het ligt er natuurlijk aan wat je techniek is en dergelijke. Maar aan de andere kant, hoe meer nu ook de tijd gaat verstrijken, hoe meer we al duidelijk kunnen maken van nou, dit gaat hier ongeveer komen. Dus het kristalliseert zich wel steeds meer uit voor zover je dat überhaupt met een blauwdruk kunt natuurlijk. Maar dus daar komen die twee punten wel steeds dichter bij elkaar. Ja,
precies. Ja, die, overigens heb ik die korte periode altijd als een zegen gezien. Hè? Dus heel veel mensen vragen aan... Ja, maar drijft jou dat juist? Dat het, dat ja, weet je, als het dan, kom ik weer terug op die fun en het experiment. Weet je, als ik uiteindelijk gewoon, als, wat ik natuurlijk de hele dag door doe als architect, met vastgoedvraagstukken en je daar weer 30, 40 jaar, 50 jaar voor een woningcorporatie de tijd voor neemt om, ja, om af te schrijven, ja, dan... was er niet zoveel experiment meer aan. Nee, dan is dus de fundus en daarmee ook een soort van... Je, dat je het dus in 10 jaar of misschien wel 5 jaar moet doen... en het dus heel compact houden en meteen in de do-modus te gaan... of dat forceert meteen de do-modus... en je maakt veel makkelijker en sneller stappen. En dan praten we over... dan moet ik dus andere oplossingen bedenken... om business cases te kunnen maken, wij spreken met elkaar. En dat, ja, weet je, dat triggert alleen maar tot innovatie, denk ik dan, hoor. Ja. Dus misschien wel goed nog om te zeggen, want voor je het weet ontstaat er een misverstand ook voor de mensen die meekijken. Nee, dat willen we, dat niet. We het cultureel erfgoed wat hier staat, en de silo's maken daar bijvoorbeeld onderdeel van uit, willen we wel zoveel mogelijk koesteren in dit gebied. Ja. De kwestie van de silo's is even van, nou ja, moeten die exact op die plaats staan? Want die zou je eventueel nog kunnen verplaatsen. Nou ja, zo'n gebouw als dit, zo'n prachtig gebouw, dat gaan we natuurlijk niet verplaatsen. Dus dat is wel duidelijk van, nou ja, die... heel permanent. Ja, precies. Het is ook een rijksmonument, dus dat is ook vrij makkelijk. Ja. Dus dat speelt inderdaad nog wel mee als het gaat om. Ja, want er gaan soms, ik hoor soms inwoners zeggen van, oh ja, dat gaat straks allemaal plat daar en dan komen er alleen maar dure woonflats. Ja, dat is nou net, ik zou willen Google even op Bosse Stadsdelta en je ziet wat onze ideeën daar nu zijn. En laat je even informeren, ja, inspireren. Ja. Nou, ook nog wel een mooi bruggetje en misschien ook wel een richting een afronding. Welke geluiden hoor jij vanuit de samenleving in Den Bosch als het gaat om energietransitie in het algemeen, dan wel specifiek dit onderzoek? Wat neem je waar? Wat leeft er? Nou ja, de energietransitie, ik ben ook wethouder van energie en klimaat. En daarin zie je heel nadrukkelijk het debat. Ene kant word ik aan mijn jasje getrokken van het gaat allemaal niet snel genoeg, schiet op. Andere kant, als het heel dichtbij komt bij mensen, dan weerstand en doen ze dat. Dus dat is wel echt, we zitten wel in een hele moeilijke fase als het gaat om de energietransitie. En je noemt, hè, dan doen ze dit. Is dat omdat zaken misschien nog wat minder duidelijk of visueel zijn? We spraken net Annemarie ook over, hè? Dingen moeten soms ook gewoon heel, ja, inzichtelijk worden voor de gewone burger om zich ergens aan te gaan committen of om ergens de noodzaak van te voelen. Ja, ik denk dat voor een initiatief als deze is, denk ik, heel belangrijk is transparantie. Ja, hè, dus, dat is inderdaad wat... Ja. Nou, jij zou misschien, het schiet even door mijn hoofd, het vaccin. In die zin is dat mensen, een gekke vergelijking misschien. Nee, maar ik snap, maar ik dat mensen dan toch denken van, ja, wat spuit ik straks in mijn lichaam? Ja. En in die zin willen mensen straks ook weten, bij wijze van spreken, wat spuit ik straks door mijn huis? Ja, precies. Dat zijn wat mensen willen weten. Merk je ook bij de gesprekken die wij voeren als het gaat om aardgasvrij het zand. Van, nou ja, wat is nou de business case? Wat zijn de bedrijven en BV's die erachter zitten? Willen mensen allemaal weten. Die zijn behoorlijk kritisch en terecht. Ja. Dus daar moet je mensen echt in meenemen. Dat, ja. Ja, het zit er vaak in, het is ook wel een kostendingetje, hoor. Dus je huis verduurzamen, zeker als het een klein beetje ongunstig ligt of staat, dan is het gewoon echt een kostbaar ding. En dan gaat het dus inderdaad over economisch vergelijken en terugverdientijden. En het onderzoek toont een klein beetje aan dat je dat misschien kunt compenseren door anders naar installaties of techniek te kijken. En dat het uiteindelijk als een soort holistische business case makkelijker of anders haalbaar is. Er zijn gewoon meer aspecten om mee te rekenen. En soms zijn het overigens ook hele zachte aspecten. Dus dan had het, die zijn niet zo makkelijk in euro's. Nee, precies, in cijfers te vatten. Ja. Ja. Maar tot slot, cultuur zit ook in jouw portefeuille. Nou staat hier een kunstwerk buiten bij de Mengfabriek. In hoeverre, en dat heeft te maken met waar we vandaag over praten. Ik ga zo in gesprek ook met de kunstenaar, Matthijs Bosman. Wat heeft kunst, cultuur, wat heeft dat voor impact of wat voor raakvlakken met dit waar we vandaag over hebben? Wat kan dat doen? Nou, heel veel. Want het is geen toeval, denk ik, dat de initiatiefnemer van... het ecozand, hè, dus de buurt hier, William Droog, dat is ook een kunstenaar. Ik denk dat kunstenaars per definitie in staat zijn om conceptueel te denken, ook buiten de lijntjes. En daardoor ook per definitie de vernieuwers zijn in transities zoals deze. En per definitie denk ik super geëngageerd bij wat er in de maatschappij speelt. Dus ik denk... Je kan niet zonder ze, eigenlijk, is wat ik goed hoor. Ja. Nou, dan gaan we de kunstenaar erbij halen. Ik kijk ook even naar de tijd. Volgens mij kan dat
kan dat prima. Michael, dan zou ik jou willen vragen om een plaats te maken. En dan zou ik zeggen... Hier zojuist aangeschoven is kunstenaar Matthijs Bosman en hij is verantwoordelijk voor het kunstwerk wat hiernaast de Mengfabriek staat met neonletters Free Wellness zojuist achter mijn beeld. En ik ben er al even geweest vorige week en ik kan u vertellen, het is er in ieder geval lekker warm en zeker in de tijden wanneer het 2-3 graden buiten is, is het een aanrader om daar eventjes langs te gaan. Matthijs, van harte welkom. Dank je. Ja, het is toch wel prachtig hè, dat dit nu zo hiernaast daadwerkelijk gerealiseerd staat. Ja. Daar zit je op te wachten als kunstenaar. Daar zit je kansen. Op te wachten, inderdaad. Gewoon ja. Dat je idee, je concept, zoals Mike inderdaad net al toelichtte, dat dat daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Ja, nou, het is wel, in zoverre is het idee wat ik heb gerealiseerd, is wel gewoon een illustratie of een antwoord bij dit onderzoek. Ja. Hè? Dus het is echt iets wat tot mij is gekomen naar aanleiding van een vraag over deze energietransitie. Ja, want daar gaan we zo eens induiken, maar ik ben ook wel even benieuwd, want ik maakte net het mooie bruggetje van Mike en van de cultuur en zijn portefeuille naar jou als kunstenaar. En Mike, ben jij er al geweest bij dit kunstwerk nee, of nog niet? Nee. Matthijs, zou jij ons even kort kunnen toelichten van wat is het? Ik bedoel, ik ben er geweest, ik heb er een gevoel bij, maar waar kijken we naar? Nou, het heet Free Wellness. Dat is zowel een leus van gratis wellness als een hartekreet, bevrijd de wellness. Hè? Zoals Free Mandela, Free Wellness. Ja. Ik hoorde over dit proces, ik werd aangestoken door Michael's gedachte van erfgoed een nieuwe rol geven, veel minder isoleren, dat is ook heel vaak lelijk namelijk isoleren. Als je nou eens warmte te over hebt, als je het gewoon warmte te geven hebt in overvloed, wat doet dat dan met je? En hoe kun je daar, dat vind ik altijd een hele interessante vraag als je een verhaal gaat vertellen, wat heeft men eraan? Wat kan ik daarmee als mens? En toen dacht ik, als jij gewoon warmte kunt laten vloeien in een soort weldaad, dat deed me denken aan de mooiste manier eigenlijk om warmte te verspillen is om er een weldadigheid aan de stad voor terug te geven. Dus ik heb gezegd, wij gaan het fenomeen wellness, dus ontspannen door warmte, door simpele zaken als geuren en infrarood. Dat gaan we de mensen cadeau doen. Dat is een droom. Hè? Dat gaan we uitdragen. Echt, dat is een droom. Ja. Dat verhaal zou ik willen vertellen. Van als je warmte te over hebt, dan kun je gul zijn met mooie dingen. En het proces, het thermochemische proces, dat heb ik me heel simpel laten uitleggen. Dat is eigenlijk zout, water en warmte. Zout wordt vloeibaar en verandert en dat geeft een energie, dat wekt warmte op. Als je daar tenminste warmte aan toevoegt, eventjes, bijvoorbeeld zonne-energie. Zo simpel had ik het begrepen. Zout, water, warmte erbij en dan kunnen we warmte maken. Klopt dat, Michael? Zo simpel was het toch of niet? Klopt dat? Ongeveer. Het is dat is iets complexer, maar... Ja, dat is nou jammer. Nee, gaat niet kunnen. Maar het gaat erom dat diezelfde middelen, die komen eigenlijk terug in diezelfde wellness. En ik dacht ook wel aan deze tijd. Een tijd waarin wij gedwongen zijn om terug te keren naar hele eenvoudige ingrediënten. Naar hoe jij zelf ontspanning in jezelf, in je eigen omgeving kan vinden. Dat is iets waar we volgens mij behoefte aan hebben nu. En ik vond die simpele middelen, en daarom heb ik al een doosje meegenomen. Ja, ik staat hier iets te wachten op je. Ik dacht, dat vind ik leuk om Mike cadeau te doen. Dit is eigenlijk het setje. En het leuke is, de eerste 100 bezoekers van de Free Wellness in Den Bosch, die gaan het setje gratis meekrijgen. Kunnen we dat een beetje op camera ergens te zien krijgen? Ja, wordt gedaan. Want wat staat erop? Er staan twee stickertjes op. Ja, het is water, weliswaar water met eucalyptus erin. Oeh. Het is zout, maar dan scrubzout. En er zit een briefje bij, verandering moet schuren. Dus je gaat in die sauna zitten, die geeft jou warmte. Je ruikt dus goed aan die eucalyptus. Je smeert je in met het scrubzout. En je denkt wat is het toch verdomme eenvoudig om gelukkig te zijn. Jeetje, dankjewel. Nou, ook daar weer een digitaal applaus, jongens. Ja, inderdaad, er wordt weer geklapt vanuit de huiskamers. Maar ja, ik wou zeggen, wanneer ga je, wil ik eigenlijk bijna vragen. Is het al af? Is het al af? Ik wou net zeggen, want eigenlijk bij de schemering is het het mooiste. Want dat zag je inderdaad net ook al, dan zijn de letters mooi... Mooi zichtbaar. Het is een werk in uitvoering. Hè. We hebben het eerste deel nu gerealiseerd. Het zijn dus twee
halve sauna's die op commando... Maar er komt nog meer bij. Ja, precies. We zijn nog bezig met een... eigenlijk willen we er ook een hot tub bij bouwen. Yes. Dus, we moeten een hot tub op de kraan maken. Daar moeten we nog in met de afdeling VTH over babbelen. Dus dat komt vanzelf. Ja, dat zal wel goed komen. Maar we hadden er iets meer tijd voor nodig. Maar zo ontwikkelt het zich door. Dat is wel heel gaaf. Ja. En iedereen kan hier ook gewoon in de avond even naartoe. Ja. Om eventjes te ervaren. En dan staan deze dingen op. Die bakjes die hangen erin. En dan ga je zitten. Dan druk je op de knop. En dan wordt die eventjes warm voor jou. Om te laten voelen hoe fijn het is. Dat wij straks, dankzij dit experiment, warmte te geven hebben. We stoken wel voor de buren, was het, hè? Ja, we stoken ook eens een keer wel voor de buren, ja. Ja, mooi. Maar kan me voorstellen, zeker wat je zegt, Matthijs, je hebt een idee... en dan wordt het uiteindelijk, staat het dan ook daadwerkelijk hier. Zou jouw ambitie ook zijn dat dit nog op veel meer plekken in de stad komt? Of zeg je nee, vanuit mijn kunstblik is het wel heel belangrijk dat dit gewoon een... Ja, hoe zeg je dat het een uniek karakter blijft houden omdat het enkel hier staat? Je bedoelt mijn free wellness? Ja. Zouden we het ook ergens anders kunnen zien in de stad? Dat heet dan een site-specific werk. Hè? Dat kan alleen maar hier. Okay. Sowieso, alles wat hier gebeurt, moet hier nu. Ja. Dit is een rafelrand van de stad. En die hoort continu in ontwikkeling te zijn. Tijdelijkheid speelt daar een hele grote rol. Ja. Dat moet op een gegeven moment volgens mij ook afgelopen zijn. Maar dan moet je als stad zorgen, als we nou toch oproepjes aan het doen zijn, dat er ergens anders weer zo'n plek is. Ja, nou kijk de mensen aan die daar wellicht een idee over hebben. Maar goed, dat is toekomst. Ja. Matthijs, ik ben benieuwd of de mensen thuis, want ik ben eigenlijk ook gewoon benieuwd, misschien kunnen we dat via de chat regelen. Zijn er al mensen die er zijn geweest? Zijn er mensen die op dit moment al bijna in de auto zitten om vast te gaan kijken? Gewoon, wat leeft er onder jullie? Selma, wordt er op gereageerd op de free wellness? Nou, er wordt wel gevraagd of er online wat meer informatie te vinden is. Oh, dus en is daar iemand die er nog niet is geweest? Nee. Kunnen we die ergens misschien vinden, Matthijs? Ik denk dat het, ik heb zelf altijd zo gezien, als je mengfabriek geeft energie googelt, dat je gewoon van alles kan vinden. Maar ik weet niet of dat... Dat zou zomaar dat kunnen zijn. Als er een specifieke URL is waar we mensen naartoe kunnen verwijzen, die heb ik niet paraat. Maar dat is een goeie. Ik zou zeggen, google vooral eventjes naar mengfabriek geeft energie. Zet er free wellness achter, dan poppen er ongetwijfeld hits op. En misschien komt er in de toekomst inderdaad nog een aparte website. Dat zou zomaar kunnen. Dus... Er is in ieder geval interesse, anders zou deze vraag niet gesteld zijn. Matthijs, tot slot, waar ben je in de toekomst straks nog mee bezig na Free Wellness? Waar is je aandacht nu? Oh, ik ben met een heleboel leuke dingen bezig. Wil er eens eentje uitlichten? Morgen heb ik een opnamedag voor een kunstwerk wat ik in het hoofdkantoor van de NZA, van de Nederlandse Zorgautoriteit, ga plaatsen in Utrecht. Dus ik ga wat morgen... Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat wordt een digitale patiënt die in de hal van de Nederlandse Zorgautoriteit... ontvangt. Dus die ligt in een bed. Dus ik ga morgen coronaproof een heel carousel aan patiënten filmen hier in Den Bosch. Die allemaal even in een ziekenhuis, die allemaal even patiënt worden. Daar ben ik ook heel druk mee bezig. Leuk. Leuke dingen. Alvast heel veel plezier. En met jullie drie aan tafel gaan wij... Ik zie de tijdsklok niet meer, maar ik heb het idee dat we richting afsluiting gaan. We hebben nog wat tijd over. Mocht er nou iemand zijn die nu denkt van, goh, ik grijp mijn kans. Hè, ik ben net de hele tijd lekker aan het luisteren geweest, maar nu wil ik nog even van me laten horen. Er is nog de mogelijkheid voor een soort live interactie. Voor mensen die daar behoefte aan hebben. Maar er wordt volgens mij gewoon druk nog, hoe noem je dat? Er wordt nog geprocessed, door de aantekeningen, denk ik. Er worden aantekeningen gemaakt, ook dat. Nou, dan gaan wij gewoon langzaam inderdaad richting afronding. Volgens mij hebben we een hele mooie, gevarieerde middag gehad... waarin we inderdaad gesproken hebben met experts... die direct betrokken waren bij dit onderzoek. Met Annemarie Rakhorst, met Mike van der Geld, met Matthijs Bosman. En ik heb er in ieder geval weer veel van opgestoken. En jullie thuis, vanuit de rol die jullie hebben ongetwijfeld ook... of in ieder geval een verdieping gemaakt in het onderwerp. En nou ja, samen inderdaad... vooruitkijkend naar de toekomst en wat dit onderzoek wellicht nog meer teweeg gaat brengen. Michael, ik ben benieuwd nog tot slot. Ben je blij? Ben je tevreden? Ik ben hartstikke blij. Ik ben heel tevreden. Maar het is een jaar lang werk geweest en het kost altijd veel meer energie dan je denkt. Uiteindelijk levert het dan gelukkig ook op. Ja. Maar het zijn taaie processen. Heel leuk om aan te werken, maar daarmee ben ik heel erg echt super trots op het resultaat wat er nou ligt. En nogmaals, het gaat niet over mijn team, want dat is echt niet waar. Uiteindelijk zijn we met een aantal mensen met elkaar die eraan getrokken hebben. Ja. Het is
ooit bij mij gestart, maar dat is dan ook alle eer die ik wil hebben. Nee, ik zit een hele grote club achter. Een hele grote club achter. Ja. Maar nee, ja, weet je, het is echt het is een waanzinnig mooi boek geworden. Ja, want waar kunnen mensen dit boek halen? Kunnen ze dat... Nou, ik stel voor, we hebben er nog geen website of verkoopkanaal voor ingericht. Dat gaan we ook niet doen overigens. Maar volgens mij hebben we iets van 150 exemplaren. Stuur even gewoon een mailtje naar post@bureau Kade. En dan zorgen wij dat er eentje naartoe komt. Dat lijkt me een hele praktische oplossing. Hartstikke goed. Ja? Dus ja, in ieder geval iedereen super bedankt dat ze me zoveel passie en energie aan gewerkt hebben. Ja, en niet onbelangrijk, want dat zien de mensen thuis helemaal niet. Maar hier zit inderdaad een team coronaproof achter mij. Ja. Zeg maar, met een hoop techniek en camera's. Inclusief de dames van Yellow Sunshine. Iedereen echt serieus keihard bedankt voor... al jullie werk. Ja, we zouden nu eigenlijk een soort toch een denkbeeldige proost bijna moeten doen, maar het is nog best wel vroeg om dat te gaan. Het is nooit te vroeg. Het is nooit te vroeg. Nooit te vroeg. Dus, dames en heren thuis, hartstikke bedankt voor het kijken en wellicht tot de volgende keer en blijf gezond. Dankjewel.